Breda Nu. Je weet het meteen. Voor het eerst vond dit jaar het 39 Graden Festival plaats. Dit festival staat in het teken van jongeren met een passie voor film, dans, theater en muziek. Ik sta hier met Elise en Sam van Element Strong. Hoe zijn jullie op de inspiratie gekomen voor deze dans? Nou, we heten Element Strong. Element, dat is dus dans. En met dans gebruiken we ook circustechnieken. Dus daar komt de Element vandaan. En Strong is juist de power die we willen uitstralen. Ja, het is eigenlijk ook hoe het bij ons is gegaan in het echt. Dat ik wel haar vaak zag op school. Alleen dat zij eigenlijk niet eens wist dat ik bestond. En dus hebben we heel vaak dat ik haar zie en haar nadoe in de dans. En dat zij het uiteindelijk doorkrijgt en dat we dan bij elkaar komen. Ik vraag me zoveel af. Ik vraag me af wat de wereld is en vooral wat er van binnen. Ik vraag me af wat jij ervan vindt. We zijn eerst gaan kijken over welk maatschappelijk onderwerp we het wilden hebben. En toen zijn we een beetje over het MeToo gebeuren gaan nadenken. En eigenlijk over niet jezelf kunnen zijn. En dat de samenleving wel van je vraagt om iets neer te zetten, om een bepaald persoon te zijn. En uit dat idee zijn we eigenlijk gaan werken en spelende wijze op ons onderwerp gekomen. Ja, toch wat Anna net ook zegt. Dat jezelf zijn, dat het toch lastig is. Hè? En hoe twee beste vrienden afhankelijk kunnen zijn van elkaar en kunnen verschillen. Maar toch ook heel veel overeenkomsten kunnen hebben en daarin toch beste vrienden kunnen zijn. We zijn nu allebei bezig met een opleiding. Daar zijn we ook bezig met bepaalde voorstellingen. Ik speel zelf ook nog mee in een andere voorstelling. Turn Me On, Dammit, in mei in Tilburg. En voor de rest zie ik wel wat op mijn pad komt. Veel ervaring opdoen, veel leren en genieten. Right where I would stand, leaning over like... Breda Nu. Je weet het meteen.